Hallo, mijn naam is Pieter van der Donk. Ik zit sinds 20 jaar in de Heuvelgalerie in Eindhoven. En we hebben een stukje viswinkel met een restaurantgedeelte erbij. En dit is mijn winkel. Nou, we zijn eigenlijk begonnen als viswinkel. Puur sec viswinkel met een klein stukje horeca. En de vraag is van de horeca is eigenlijk steeds meer uitgebreid. Dus we hebben ons restaurant eigenlijk steeds groter gekregen. En nu zie je dus dat het restaurant eigenlijk de overmacht heeft op de winkel. Ja. Dit is een griet. Het is een platvis. Net als een tarbot en een helbot. Het valt in de wat luxere soorten vis. En we gaan die even fileren. We beginnen in te snijden langs de kop. En we gaan over de graat naar achter. Dan halen we met lange halen. De filet van de vis. Nou ja, ik vind het nog steeds een heel mooi winkelcentrum. Het is 20 jaar oud, maar als je ziet hoe het erbij ligt, dan is het eigenlijk ziet het er nog gewoon heel erg goed uit. Het aanbod van winkels is natuurlijk wel in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. Eerst had het wat meer exclusiviteit, maar ik denk over het algemeen dat het toch dat er wel positief is nog steeds. Is dat jammer dat die exclusiviteit weg is? Ja, van de ene kant wel. Ik denk dat exclusiviteit mensen brengt die specifiek daarvoor naar Eindhoven komen. En ook naar de Heuvelgalerie. En als het een beetje opgeslokt wordt door de grote massa, is dat van de ene kant wel een beetje jammer. Bedankt en tot ziens bij Fish & Food in de Heuvelgalerie.